de hoogte van hetgeen dat AG gedaan heeft? Nee, technicus. Zijn iedereen benaderd, maar dan ook echt iedereen. Dus iedere gerechtsdeskundige dat je aangesteld heeft. Ook dokter Lecha en zelfs mijn eigen advocaat. Hij wist daar niets van? Nee. Dat verklaart natuurlijk een heleboel dingen, nee. Waarom dan die verslagen zijn wat dan ze zijn. Ik heb daar van een aantal dingen ik daar bewijzen van. Voor het gedeelte advocaat is er al een klacht ingediend bij de stafhouder. Dat is voldoende aangetoond. Zelfs professor Verstraeten had erbij betrokken. Ik weet niet of jij die mens goed kent. Zelfs professor Verstraeten had erbij betrokken. Ik weet niet of jij die mens goed kent. Ik ken die niet goed, nee. Ik dat jullie samen doen, maar op papier. Het is mee dat hij ook in Gent zit. En ik heb ook een aantal bewijzen voor dokter. Dat dateert zelfs van voordat je een brief voor zijn aanstelling verstuurde. AG dus aan de dingessen, aan de gerechtsdeskundigen vertelt dat er een ongeval gebeurd is, dat met een spiegel afgereden is, dat allemaal gelogen en bedrogen is, en of dat ze niet iets kunnen doen voor dat recht te trekken, want dat inderdaad anders waarschijnlijk in totaal op het einde van de rit 2 miljoen euro ging kosten. Dus ze wisten al, voordat ze aan die expertise begonnen, op basis van mijn inkomsten dat ik moet overmaken, van oei, had dat hier lange duurt, hé. Want ik heb nooit gesproken over 2 miljoen euro, hé. Daar heb ik nooit over gesproken, hé. Ik heb altijd gevraagd voor een voorschot in, voor voor te kunnen en voor hulp in, maar ik heb nooit over 2 miljoen euro gesproken, hé. Nu, de vraag is, als rechtsdeskundige, ik heb dat dan ook heel in een dossier en al die elementen ik voorgelegd aan iemand. En zijn interpretatie was van, kijk, dokter Verstraal had dat waarschijnlijk wel gezien in, van dat je er wat niet juist mee die verslagen, maar hij zegt, een gerechtsdeskundige kan niet, of moeilijk, openlijk gaan zeggen, ja, dat verslag is subjectief, dus feitelijk, die gerechtsdeskundige is partijdig. Is dat uw reden geweest, dat je zegt, ja, ik wist ik dat ook al, dat dat subjectief verslag was, maar ja, hé, wat moest ik zeggen? Nu ik het overbaken. Nu ik het overbaken. Ja. Nu ik het overbaken. Oh, ja, subjectief, ja. Bedoel, dat is met verslagen van rechtspsychiaters, dat is altijd, die veel discussie over. Ja. Maar goed, dat heeft op zich niet zwaar doorgewogen of niet doorgewogen. Ik heb het al een vorige keer ook gezegd. Ik heb daar absoluut geen rekening mee gehouden in de eindbeoordelingen. In de besluitvorming. Meende dat? Ah, nee, natuurlijk. Ja, niet zou zijn. Ah nee, want ik heb u gezegd, voor een whiplash wordt er, zonder dat er ligamentaire schade aangetoond is, of discusschade of botschade, ja, wordt er maximum 3% toegekend. Ja. Ik heb die 3% de volle toegekend, plus nog 3% voor posttraumatische. Ik heb het nu gezien dat ik het dossier terug uitgehaald heb. Ja. Dus er is absoluut geen rekening gehouden met het verslag van dokter Baken. En je zoet dat van dinges van dokter Lecha, dat ze zei geen verdediging gevoerd heeft en dat dat verslag van Baken eigenlijk subjectief was en dat je daar eigenlijk geen rekening mee houdt, nee. Je denkt niet dat dat mogelijk zou zijn voor dat op papier te bevestigen. Maar dat blijkt duidelijk uit mijn verslag. Hè. Bedoel, in mijn verslag heb ik daar niet meer naar verwezen in besluitvorming. En het blijkt ook duidelijk aan het percentage dat ik toegekend heb. Maar ik ga mij inderdaad niet in de wespennest steken met tegen dokter Lecha te stellen, dat ga ik niet doen. Dank u. Want hij had zelf gezegd, ze heeft u feitelijk niet verdedigd. En ze kwam eigenlijk nog goed overeen met de smet en dat was direct, dat ja, komt, ja, ja, 3% ja. Is goed, ja, allee, ho, hé. Ho, dat je zei. Want ik kan het niet aantonen, ik heb aan iedereen een mail gestuurd, aan iedereen. Aan Baken, aan Meersman. Als ik van bij u kwam, ben ik rechtstreeks naar Kortrijk gereden. Naar dokter
En ik heb gezegd tegen die mensen, zei ik, zou dat kunnen zijn dat je contact had dit met AI tijdens mijn dossier? Of, ja, zegt hij, eerst ja, wilde je daar niet goed op ingaan. En dan kwam de aap uit de mouw, was de smet, zegt hij, voordat hij zijn brief al verstuurd had, bij hem langs geweest. En zegt hij, ja, ik vond dat vrij bizar. Ik zie de smet één keer om de 3 jaar. En plotseling staat hij daar van, ja, hé, je moet hier wat aan doen, moet hier kunnen kijken, oei, oei, oei. En ja, dokter Verstraeten, of professor Verstraeten, ook. Die nu nog achter de expertise, als ze klaar was, zijn in 2013 ook beelden gemaakt. Dat zijn de die dat je dat verslag van gekregen hebt. Heeft hij nog een keer gekeken en zei hij, ja, inderdaad, er is hier zonder enige twijfel letsel op te zien. Het is toch wel een beetje vrij bizar dat hij toen in zijn verslag schrijft, in uw verslag, met zekerheid geen letsel. Wat doe je daar dan mee als rechtsdeskundige, met zoiets, met zo'n situatie? Wat ik nu gedaan heb, dan bedoel ik, ik heb aan de rechter geschreven van dat ik op basis van nieuwe elementen, ja, het gewettigd vind om de zaak terug te openen. Ik weet het, maar wat als de rechter dat niet voldoende vindt in hun brief? Of de rechter vraagt aan mij, madameke, staat hij hier nu? Heeft hij geen advocaat? Heeft hij geen bijstandsarts? Ja, hoe komt dat hier? Wat is er hier gebeurd? Die rechter gaat hem ook vragen stellen, hè? Los van iets op papier te zetten, moest het erop aankomen, moest er aan u ooit de vragen gesteld worden? Door de rechter bijvoorbeeld, had hij zegt van, kijk dokter Verstraeten, wat is er daar gebeurd in die expertise? Zou je dat aan de rechter toegeven, dat je zegt van, kijk inderdaad, dat verslag van Baken, subjectief, ik heb er dan ook, ik bedoel, je zus zegt, geen rekening mee houden in mijn besluitvorming. En dokter Lechat, ja, die heeft feitelijk niet vele verdedigd zonder daarvoor een conclusie aan te koppelen. Hij moet dat niet noodzakelijk weten dat ik u heel die toelichting geef nu. Dat komt er eigenlijk op neer, ga je eerlijk zijn tegen de rechter, moest hij u dat vragen, moest het zover komen dat hij aan mij vragen stelt. Want die gezegd, hij verliest alle geloofwaardigheid puur door dat verslag van die Baken. Ik zeg, ja, maar ja, dat is een vals verslag. Ja, zegt hij, maar de rechter gaat ervan uit dat die mens zijn werk eerlijk en onpartijdig uitgevoerd heeft. Dus als ik aan de rechter, op de rechtbank, op de zitting van 2 april aan mij vraag, madameke, leg mij dan een keer uit wat u hier feitelijk staat te doen, waar is uw advocaat en waarom eet hij geen niet meer? Providis, dat is mijn rechtsbijstandsverzekeringen, dat is een dochtermaatschappij van AG. Ze weigeren voor een nieuwe advocaat aan te stellen, je weet dat. Krijg je dat gemaild? Krijg je ook een nieuwe, hoe noemt dat, bijstandsarts? Krijg ik ook niet. Ik heb een advocaat gecontacteerd en hem zegt, hij moet tegen 2 april absoluut een overzichtsverslag in van al uw nieuwe medische stukken. Want moet hij niet pijzen dat de rechter al die nieuwe medische stukken gaat lezen, nee? En moet een verslag in, een samenvattend verslag in van de medische geneesheer. Maar Providis wil hen aanstellen en ik kan hen betalen. Die rechter gaat ook zeggen, ja maar madameke, wat gebeurt er hier? Allee, ik hoop van niet, hè, maar als hij het zegt, wat moet ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Het was niet juist. Dus als ik daar sta, op de rechtbank, ik zeg het tegen die rechter, kijk hen, dat zijn valse verslagen. Dan had hij zeggen, madameke, je bent geen leugenaar, hé, want kijk, ze staat hier in dat verslagje van Baken, dat je geen leugenaar bent. Nu, dezelfde vraagling dat ik aan u gestelde, ik gevraagd aan dokter die mensen daar natuurlijk niet happen heb, voor een beetje, maar je zei de waarheid aan de waarheid, en als het zover zou komen, ik ga trachten van dat te vermijden, ik ga trachten, like of dat je ook gezegd had, beperk het tot, kijk, dat zijn hier de nieuwe medische stukken, dit en dat. Beperk het tot het vragen van een nieuwe expertise op basis van al die nieuwe medische stukken. En natuurlijk, het feit is wel belangrijk dat je een brief geschreven hebt. Je is toch verstuurd in de rechtbank? Wel, dat die rechtbank die een brief heeft, dan zou kunnen zeggen, ja, het zou wel iets van waar zijn, want dokter Verstraeten zegt het ook. Dus als dat lukt, zoveel te beter. Dat is het plan. Maar wat als er daar vragen gesteld worden? Ga je de waarheid zeggen?
Ik zou dat niet op die vorige expertise willen, want Anja, je hebt zeker het gras van onder je eigen voeten, maar als je daar probeert die vorige expertise onderuit te halen, dat zou ik echt niet doen. Het zou alleen een raad zijn, hè? Je doet wat je wilt te doen, maar Ik weet het. Ik weet het. Maar als ze inderdaad blijven staan van te gelogen en het is overdreven en het is dit en het is dat. Maar ja, er kan niet omheen, de nieuwe bewijsvoering kan er niet omheen gekeken worden. Ik bedoel, dat blijft overeind. Maak je geen medisch samenvattend verslag? En ze zeggen, de rechter had dat niet helemaal lezen, al die medische stukken. Dus de rechter, het enige waarop dat je hem eventueel zou baseren, dat is in een brief. Dus is dat dan voldoende, denkt u? Want als die rechter hier zegt, geen nieuwe medische expertise, wil dat zeggen dat ik in beroep moet gaan. Dat wil zeggen dat ik 1 kansen verliezen. Weet wel? Als de rechter nu zegt, in het beste geval, kijk ik hier een brief van dokter Verstraal, goed, ik betrouw het met een expert, ik sta hierin met een nieuwe medische expertise, goed, had er nog iets fout, zo lopen, om te even maar in die verdere procedure, want die man, die gaan ver, die man, mijn eigen advocaat, moet je dat erin beelden? Het is, moest er nog iets verkeerd lopen, dan kun je tenminste nog zeggen, heel een dossier kan in beroep. Maar als de rechter nu zegt, geen nieuwe medische expertise, ja, ik maar 1 kans niet meer, hè. Dokter, de arrestdeskundige, wilt ook heel die boel vermijden, maar je wel gezegd, als er op aankomt, dan vertel ik de waarheid. Moest het nodig zijn, ga jij dat ook doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ik zal er liefst niet meer betrokken zijn, dank u, in die zaak.